Mam! Ik schrik me rot, wat is er? Weet je nog, toen ik uit huis ging, dat je zei dat wanneer ik je hulp nodig heb, dat ik altijd op je kan rekenen? Ja. Vandaag is de dag. Mag ik verder komen? Nou ja, tuurlijk. Oké, dit was een paar dagen terug in een lichte paniekaanval, want ik zie het niet meer zitten. Mijn Instagram is gewoon een drama. Iedereen plaatst de meest fantastische, geweldige foto's zoals dit, dit, dit en dit. En wat doet Rutger Vink? Als je me nog niet op Instagram volgt, doe het maar eventjes. Die komt aan met foto's als dit, dit, dit en dit. Toen bedacht ik me ineens, oh my god, mijn moeder was vroeger een soort prehistorisch Instagram model in de tijd van Polaroid camera's, want ik heb ooit iets gezien daarvan. Mijn redder, mijn verlosser, oh mijn messias, nee. Dat is misschien wel heel overdreven. Maar toch, oh my god, ik weet zeker. Mijn moeder gaat mijn Instagram carrière redden en maakt van mij een Instagram supermodel. Dus ik gaf haar alles wat ze nodig had. Mijn creditcard, websites waar ze kleding kan kopen. En ja, de kleding komt morgen binnen. En dan is het tijd om mijn Instagram carrière naar een next level te brengen. Ik hoop dat ik goed slaap vannacht. Ik ben helemaal zenuwachtig. Voordat het zover is, geef de video natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Als je dan niet geabonneerd bent, hey, druk even op de rode abonneerknop onder deze video. Dan ga ik nu wachten tot het morgen is. Het is inmiddels een paar dagen later en vandaag is de grote dag. Ik heb een gigantische doos binnengekregen die mijn moeder heeft besteld. Alleen ze mag hem wachten zelf uit de auto gaan halen. Ik ben vandaag het supermodel en zij is de stylist. Dat is ze hoor. The Devil Wears Prada, hallo! Het is zover. Het is zover. Aangezien jij de stylist bent, wil ik eventjes vragen of je wel de kleren zelf even uit de auto kan halen. Want ik weet niet wat je besteld hebt, maar het is niet normaal. Wow, dit is te doen? Ja, maar dat is niet, dat is het net niet. Dat is net niet anders. Maar hier komt de poes terug. Oh, nou dit is het dan. Ja. Maar goed, ik ga dat niet zelf dragen. Voordat we gaan beginnen met de shoot, ja? Ik weet niet of je gezien hoe ik eruit zie, maar ik neem aan dat je ook wel mijn visagie gaat doen. Dus ik heb gewoon mijn haarspullen bij me. Zo. Nou, daar gaat-ie dan. Heb je enig idee wat je aan het doen bent? Ja, ik ga nu eventjes wat stylen. Passend bij de outfits. En je weet natuurlijk nog niet wat dat is, hè? Volgens mij gaat het best wel goed zo. Ik hoop het. Staat je goed? Is het al klaar? Ja, ik denk het wel. Het moet niet al te perfect. Nou, jawel. Mam, het moet wel perfect. Geloven jullie dat mijn moeder directeur is van de kappersopleiding? Ik zou zeggen, kapper mee. Deze is voor de eerste outfit helemaal goed. Ik zou zeggen, maak je doos lekker open. Het hoofditem van True Color. Even een mini playback show momentje. Wow. Ik voel lekker me echt luchten. Een Instagram topmodel. Laatste veters gestrikt. Moet natuurlijk wel eventjes een beetje kloppen. Duurt zo lang allemaal hier. Soms moet je even de tijd nemen. Heb het niet. Ja. Heb het niet. Deze zou ook moeten passen. Als je voeten gelijk zijn. Nou, True Colors. Regenboogachtige kleuren met natuurlijk een thema, want de winter die komt eraan. Nou kijk, niet helemaal voorover, maar als het ware, dit moet er dan een beetje uit. Ik voel me echt een supermodel. De omgeving is ook belangrijk. Oh, dus we gaan naar buiten. Maak er maar heel veel. Ja, wat is dit? Hoe komt dat hij dat niet doet? Lijkt het niet op mijn verhoed? Dat is ook mooi, ja. Wat doe je? Laat het zien. Ja, ja. Oké. Hé, hé. Hé, eindelijk. Nou, nu ga je toch maar weer lachen, want ja, lachen. Ja. Oké, man, eerste foto. Ik neem aan dat die gelukt is. Dat moet als wel met zo'n outfit. Kan what's, niet misgaan. What's next? Het wordt een heel andere stijl. Ik hoopte het al. Het wordt het tegenovergestelde. Je zou bijna denken het wordt saai, maar met jou erin wordt het natuurlijk niet saai. Dit is alvast het jasje. Bedankt, ik trek het allemaal aan. Houston, we have a problem. Buik in.
die past ook niet. Alles is veel te klein. Nou, dit is dan het business detail. Kan je hier wat in zien? Een hoofd. Ja, een doodskopje. Oh, omdat mijn business dood is? Nee, omdat business soms hard is. Over liken gaat ze. Nou, maar Instagram gaat ook over liken. Geef de video ook even een like. Kijk, nu is de onderkant langer. Maar dat is leuk. Vind je dat leuk? Nee, ik doe hem even over. Ik moet gewoon zorgen. Nou kijk, nu is de onderkant wel weer erg kort, maar... Nee, ik vind hem geweldig. Zo is hij wel... Ik weet niet wat Sam aan het doen is, maar... Mooi hoor, mam. Ik zit net te vertellen hoe mooi ik het vind. Oh, ja, ik ben er ook best trots op. Ja, mam, ik heet wel Vink, maar het hoeft geen vogelnest er bovenop te worden. Volgens mij gaat het helemaal goed zo. Op naar de locatie. Ik voel me heel duur en goedkoop tegelijkertijd, omdat het allemaal te klein is. Maar daarmee zie je meer van jou. Kijk, normaal is een pak zo groot. Oh ja, je hebt overal goed excuus voor. Ja. Dat ik zelf moet rijden vind ik wel echt zo belachelijk. Ja, jij moet alles regelen. Ja, oh, maar we zijn er al bijna. Nou, we zijn er. Nou, niet klagen, dragen. Details. Nou, en dan... Mam, het gaat om één foto, hè? Oh. Het moet er één zijn. Ja, nou, dat weet ik niet. Tijd voor de laatste outfit. En de hoop dat dit het finale stuk is. Ga zitten. Ik ga je laten zien. Dit is hij dan geworden. Wat is dit? Ja, je moet het aanzien hebben. Niks, nog geen oordeel. Wil ik wat? Het aanzien hebben en je wil niet anders. Nou, ik denk dat mijn aanzien eraan gaat. Dit kon toch niet zo de bedoeling zijn, denk ik? Nee, maar je hebt verkeerd aangetrokken. Oh. Dit moet eronder en het hemd moet los. Dus dat hemd moet dan los eroverheen. Oh, dan zie je een beetje spannend er doorheen. Man, ik weet niet wat voor rare doorschijnende tepelhemden jij voor mij koopt. Dan gaat dit er nog overheen. Kijk, zo. Deze gaat dan natuurlijk als accessoire. Die komt uit mijn eigen collectie. Hoeft niet, maar kan. Ja, jij bent de stylist. Nou, het heeft wel wat. Het kan met en het kan zonder. Ik vind wel uitstraling hebben, alles bij elkaar. Nou ja, als mensen de ketting zien, dan denken ze, daar zit het geld. Heb je zelf wel gezien? Nee, dat wil ik ook niet. Nee. Dag buurt, hallo allemaal. Jullie hebben natuurlijk een tijdje niet gezien. Ik woonde hier vroeger. Maar zoals je ziet, ik ben heel normaal gebleven. De auto naar de volgende locatie, maar ik wil niet waar we heen gaan, dus... Nee, we gaan linksaf zo meteen. Richting Gokhal, want ja, wat past nou beter bij deze outfit? Maar, oh, maar daar zijn heel veel mensen, denk ik. Ja, nou, laten we er maar heel snel heen gaan. Paparazzi, ga weg. Wat een slechte locatie, scout. Ze weet niet eens waar het is. Dat we het wel hebben. Game over. Nou man, ik denk dat we alles hebben. 3 foto's. Oh, dus ik heb hier voor jou de iPad met alle foto's. Je mag de foto's uitkiezen van elke shoot de beste. En vervolgens mag je hem ook proberen te editen. Ik weet dat je dat nooit doet, maar doe je best. Nou, dus ik laat je even alleen en dan komen we zo meteen terug met het eindresultaat. Nou, dat gaat hij worden. Spannend. Ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen met de eerste shoot in de tuin. Ja. Ik vind hem heel mooi in ieder geval. Dus zou je hem in een lijstje willen hebben, deze foto? Ja, in poster. Niet een lijstje. Poster aan de muur. Ja, nou, ik ben benieuwd wat hij gaat doen op Instagram. Ik moet hem posten, nou, dus... Dat wordt een heel groot succes. Dat denk ik ook. Ik vond het een beetje heftig. Ja. Maar als ik hem nu zie, dan gaat hij wel. Wat ik in gedachten had, is waar geworden. Oh. Ja, geldt ook voor de andere outfits trouwens. Oké, nou dan gaan we naar de tweede foto. Ja. Wow! Hoe je dat? Herken je jezelf nog? Nee, heel serieus. Ja. Ik vind het een leuke foto. Ik ook. Je kan zo als model in zo'n blad of zo. Ja. Geweldig. Nou, nu ben ik nog wel benieuwd naar deze, de laatste. Nee. Ik vind hem helemaal super geworden. Nou, ik moet zeggen, de outfit, het voelde heel raar, maar in deze setting is het op zich nog best wel leuk. Je kreeg een heleboel aandacht daar. Het is helemaal geschikt.
Nou. Het voelt ook lekker zacht aan. Knuffelbaar. Hey, ik ga ze alle drie op mijn Instagram posten. Dus als je me daar nog niet volgt, volg me even @RutgerVink. En maak dan eventjes jouw top 3. Dus stel je voor, je vindt deze foto het leukst. Zet dan eventjes nummer 1 eronder. Vind je dan deze tweede leukste? Dus zet er dan een tweetje in de reacties en dan 3. Zodat ik zeg maar zie hoeveel mensen welke foto het allermooist vonden. Ja. Mijn persoonlijke favoriet is denk ik wel de zakelijke. Maar daar gaat het niet om jouw favoriet. Het gaat om wat andere mooi vinden dus bij jou. Laat het maar weten. En mam, ik wil je heel erg bedanken voor het leegmaken van mijn bankrekening. Het was het waard, vond je niet? Het was het zeker, dat hoop ik. Nou, veel plezier ermee. Dankjewel. En jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Het is even iets heel anders dan normaal. Maar ik vond het wel erg leuk en gezellig. Ja. En wie weet kan ik een keer van mama een Instagram model maken. Oh, als jullie het leuk vinden, laat het dan ook even weten in de reacties. En dan zie ik jullie gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur 's middags met een nieuwe video. Maar tot die tijd. Stay fabulous. En stijlvol. Dat sowieso. Doei doei.